En meestal doe ik een introductie voor jou, Joey. Alleen ik kom eigenlijk niet verder dan het weer over Volendam te hebben in je introductie. Dus ik wil eigenlijk aan jou vragen, hoe zou jij jezelf introduceren? Hoe ik mezelf zou introduceren? Ja. Wat moet ik nu in mijn naam en zo allemaal gaan roepen? Nee, wat zou jij over jezelf zeggen als ik jou moest introduceren? Zo dan. Volgens mij ben jij de interviewer, hè? Dat klopt. Ik ga nu de speler die het niet zo goed weet over zichzelf introduceren. Table Talk met Joey Veerman. Joey, je zit er nu ongeveer een jaar bij. En voor mij voelt het wat langer, misschien door je aanwezigheid of omdat het misschien gewoon heel goed gaat. Mm-hmm. Hoe zie jij het? Hoe gaat het? Ja, ik denk dat ik niet mag klagen de laatste 10 maanden dat ik hier ben. Dus veel gespeeld. Ja, 2 keer achter elkaar een leuk team gehad. Dus ja, gaat prima eigenlijk. Ja, en hoe zie je jezelf binnen het team? Wat is jouw rol? Nou ja, voetballend gewoon zoveel mogelijk doelpunten maken en assists afgeven. En ja, voor de rest denk ik dat ik wel redelijk aanwezig ben inderdaad. Zoals je net al zei, in de kleedkamer ook. Dus dat gaat ook wel goed, denk ik. Ja, hoe ziet dat eruit in de kleedkamer? Veel dollen met Eddy vooral, de masseur. En eigenlijk met iedereen een beetje. Ja, Eddy, we zien echt op het veld bij de warming-up zien we je knuffelen met hem. Ik zie je altijd op het vliegveld met hem. Peppy en Kokkie een beetje. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, wat is die band? Ja, Ed is gewoon een topgozer. En die kan je zo lekker in de maling nemen. Ik weet niet hoe dat, hoe dat is gekomen eigenlijk. Maar hij hapt ook elke keer weer, dat is gewoon mega leuk tussen. Maar niet alleen tussen mij en Ed, maar gewoon tussen iedereen. Alleen, ik denk dat hij van mij gewoon iets meer kan hebben. Ja, we gaan even door met Ed, want wat is het met die penalty-stip? Ja, wij waren dus bij de kapper met z'n tweeën. En waarom was dat? Gewoon, Ed wilde een keer mee naar die kapper van ons in plaats van de plaatselijke kapper bij hem. Ja. En toen was hij dus een beetje opgeschoren en zijn kapsel zat helemaal goed. En toen maakte ik een foto van de achterkant van zijn hoofd en toen zei hij zelf van dat duurt ook niet lang meer. Dus toen zei ik tegen hem, ik zeg, nou, dat gaat allemaal om een penalty stip blijken daar. Nou, en toen ging hij helemaal stuk daar, een minuut of 5. Het is echt altijd dolle. Altijd dolle. Maar het is ook altijd zingen. In de bus, wat luisteren jullie samen? Ja, Ed. Ja, ja, Ed die is erachter gekomen dat Tribute to the Cats Band bestaat. Dus die vindt dat helemaal geweldig. En die wil samen met mij een keer naar zo'n concert toe. Dus, ja, we moeten even kijken of we een keertje tijd hebben. Heel even terug nog, want we zijn helemaal afgedwaald. Helemaal. Volendam, Heerenveen, PSV. In de loop der jaren, wat heeft jou als speler gebracht? Hoe ben jij veranderd? Veranderd? Ik denk eigenlijk niet heel veel. Alleen, kijk, doordat je bij een grotere club komt steeds, ga je denk ik ook mee met het niveau en word je gewoon een betere speler. Maar verder denk ik dat ik... eigenlijk gewoon hetzelfde was in de kleedkamer bij Volendam als dat ik nu hier ben. Oké, en wat merk je dat de verschillende clubs anders vragen van je? Nou, sowieso de wedstrijden. Er zijn veel meer wedstrijden hier en dat vind ik ook prettig en dat wilde ik ook heel graag. Toen ik bij Heerenveen speelde, wilde ik eigenlijk zo snel mogelijk de stap maken naar de top van Nederland. En dat heeft iets langer geduurd, maar goed. 2,5 mooie jaren gehad bij Heerenveen en ja... Toen kwam eindelijk dus de stap naar de top en dan speel je 2-3 wedstrijden in de week en dat is wel waar ik naartoe wilde. Ja. Wat heeft dat gedaan met jou als persoon? Hoe ben jij daarin veranderd? Ja, wat ik zeg, eigenlijk niet heel veel. Nee, maar jij als persoon ook niet? Los van het spelen? Nee, want ik ga nog steeds kijk ik voetbalwedstrijden en nog steeds, wat doe ik nog meer? Ik ga nog steeds uit eten, ik ga nog steeds, dus dat maakt op zich, dat is niet heel veel veranderd allemaal. Okay. Heb je een specifieke gebeurtenis die er is gebeurd, wanneer die er niet was gebeurd, dat je dan geen prof was geworden? Nee. Want hoe is dat gegaan? Hoe ik prof ben geworden? Ja. Dat is nogal een mooi verhaal. Ik was 17 en je had kermis in Volendam. Oh. Ja, ja. Toevallig dat weekend. En toen zei Kwakman tegen mij van ik ben geblesseerd, dus je moet komen trainen maandag. Maar ik ben natuurlijk redelijk eigenwijs. Dus... ik zei van nee, ik ga niet trainen. Ik ga niet zomaar uit mezelf komen trainen. Want de trainer moet mij dan vragen, dan kom ik, maar anders ga ik niet. Dus uiteindelijk heeft hij nog 3 keer gezegd van kom nou maar. Niet gedaan natuurlijk. Mm-hmm. En dus lekker de kermis opgegaan met mijn vrienden.
En op vrijdag speelde ik, maakte ik mijn debuut in betaalde voetbal. Dus ergens had hij wel gelijk. Alleen, ja, ik ben niet gekomen en ik speelde toch. Ja, maar dan is dat dus wel de gebeurtenis. Ja, dat is wel de gebeurtenis. Ja. Ja. Als je het hebt over de teamleden, komen ze een beetje in de buurt bij de gezelligheid in Volendam? Jawel, jawel. We hebben het wel redelijk gezellig met elkaar, hè, denk ik. Dus ja, die komen wel, die komen daar wel bij in de buurt. Ja, ja, het is toch een groot verschil met het Volendamse. Als ik hoor van iedereen, nou, dat iedereen die uit Volendam komt, die vindt het moeilijk om zijn familie of zijn vrienden te verlaten. Hoe gaat dat bij jou nu? Ja, dat is helemaal geen... voor mij is dat helemaal geen probleem geweest. Nee? Nee. Hoe komt dat? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ik gewoon een mooi huis heb hier en ja, wij wonen samen en ja, ik mis niemand daarin eigenlijk. Ik ga één keer in de week, één keer in de twee weken rij ik een dagje terug als we vrij zijn en dan zie ik iedereen weer en dan rij ik s'avonds weer terug. Dus ja, dat is voor mij is dat prima. Dan bezoek je ook de trainingen toch van FC Volendam? Ja, niet altijd, soms. Omdat ja, Henkie speelt daar natuurlijk nu. Ja. Dus ja, dan ga ik soms niet heel vaak. Hiervoor deed ik het meer, want toen speelden echt ja, de jongens van mijn lichting speelden nog bij FC Volendam. En nu is het eigenlijk alleen Henk nog. En verder ja, ken ik wel wat gasten, maar niet dat vrienden van me zijn. Dus ja, ga ik soms nog wel eens kijken. Ja. En heb je het idee dat je juist door de gezelligheid jezelf af en toe een beetje moet temmen? Of dat je je eigen identiteit moet inleveren? Nee, want als ik uitga in Volendam, dan is het allemaal heel normaal. En dan, ja, dan vraagt de hoogheid een paar ja, hoe het is bij PSV. Ja. Maar ja, dat zien ze op tv ook. Dus ik ben blij dat er dan niet altijd over voetbal wordt gepraat. Dat ik even een andere geest kan halen. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe jij als jochie was op school. Ja, hoeveel eigenlijk... klapte kwaas jij uit hebt gehaald, et cetera. Nou, ik heb een vriendengroep, die zijn wel redelijk gek wat dat aangaat. Hey, dit gaat niet goed. Ja, ik ben echt bang voor Wesp. We wachten gewoon netjes. Mijn vriendengroep, die is, ja, dat zijn redelijk gekke gasten eigenlijk. Wat kattenkwaad aangaat. Dus ja, we hebben wel eens... wat dingetjes uitgehaald. Ja. Zoals? Ja, het gaat helemaal mis, dit interview. Het gaat helemaal mis. Zo, nee, maar... ja, die hebben... Ja. Ja, ik weet niet... Ik ga dat niet vertellen, wat zij allemaal hebben gedaan. Eén ding. Dat is allemaal vroeger, daar hebben we het nooit meer over. Geef ons één ding wat ja, maar mijn vriendengroep is eigenlijk pas op de middelbare school gekomen. Dus... ja, vroeger dat wij klein waren, ja, wat deden we dan? We gingen altijd voetballen met elkaar. En, ja, dan deden we dat. Maar dat zijn kleine dingen zoals weet je, voor het raam staan met een afstandsbediening en dan andere tv's uitklikken en zo. Maar ja, die zeg maar, mijn vrienden van nu, die zijn wel een stukje gekker. Ja? Ja? Waar ben je dan nu trots op? Nou ja, dat ik gewoon bij PSV speel en dat het gewoon top van Nederland is. En ja, dat vroeger toen, ze op school, toen ik op school zat, dat ze aan je vragen van wat ga jij doen later? En ik zei ja, ik wil profvoetballer. En dan zeiden ze ja, maar ja, als dat niet lukt. Ik zei ja, maar ja, dat zien we dan wel weer. Dus ja, dat is wel mooi. Ja. Geef jou deze stift. Jij mag een handtekening en een boodschap en je rugnummer op de tafel zetten. Voor de fans thuis, die kunnen hem winnen. Ja, er zijn er al een aantal geweest. Iets anders dan gefeliciteerd, dat zou fijn zijn. Veel plezier met de tafel, is dat goed? Ja, dat vind ik een hele goeie. Yes. Succes, hè? Dankjewel, natuurlijk. Heb hem! Ha 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 ha.